Van de historie kan je veel leren, maar dat hoeft niet per se in een schoollokaal. In de Dordtse binnenstad ligt geschiedenis voor het oprapen. Vandaar dat basisscholieren uit groep 6 en 7 op ontdekkingstocht door de stad kunnen. Daarbij gaan ze in het kielzog van een stadsomroepster de stad door, langs spannende verhalen en monumenten. Op 2 februari, in het jaar 53, kwam het water al tot hier. Dus jullie waren allemaal kopje onder. Maar jullie kunnen toch allemaal goed zwemmen? Ja. En uiteraard kan het onafgemaakte hoogste punt uit de Dordtse geschiedenis niet overgeslagen worden. Als je hier kijkt, dan lijkt het alsof dat de touw scheef is. Dat is het zo. Nee, de toren is scheef en de touw is loodrecht. Al 5 jaar lang konden Dordtse scholen in het voor- en najaar aan de ontdekkingstocht meedoen. Maar dit is het eerste jaar dat ook scholen uit de andere Drechtsteden met de waterbus richting Dordt konden komen voor een geschiedenisles met een frisse neus. Maar of het net zoals bij deze leerlingen van de Dordtse Wandtijdschool veel herkenning oproept bovenop de toren, is dan natuurlijk de vraag. Ik zie de Ark van Noah. De Ark van Noah. Waar staan we nu? In de kerk. In de kerk of op de kerk? Op. En wat vind je ervan? Leuk. Hoog? Ja. Maar dat vind je niet eng? Nee. En wat is er leuk aan op de kerk staan? Om naar beneden te kijken. En wat zie je allemaal dan? Kleine huisjes. Hoort en zegt het voort.